Ik ben Bert van Tienen en de dirigent van de koninklijke fanfare, de Berthoudzone uit Halaar bij Heist op den Berg. De Berthoudzone is een fanfare met een hele lange geschiedenis. Halaar is een van de gehuchten van Heist op den Berg en Heist op den Berg staat wel bekend als een van de grote fanfare gemeentes. Met een negental orkesten, denk ik, met 7 fanfares in Groot Heist, plus een brassband, plus een harmonieorkest. Dus dat is een zeer muzikale gemeente. De Armeense Rhapsodie van Komitas, of Ed de Boer, eigenlijk een Nederlandse componist, was een werk dat al een tijdje op mijn verlanglijst stond, eigenlijk. En het is altijd een beetje aftasten per wedstrijd of per concert om een mooi repertoire samen te stellen. En de Berthoudzone, we beschikken niet over het grootste orkest, maar het zijn wel mensen die heel enthousiast, heel gedetailleerd en vooral heel muzikaal willen werken. En dat werk leent zich daartoe. En het heeft even geduurd eer dat we elkaar erin in verstonden eigenlijk. Maar zoals elke dirigent wel eens meemaakt, moet je dan even doorbijten en de neuzen allemaal in dezelfde richting zetten. En uiteindelijk, na x aantal weken, begon iedereen daar echt wel een heel leuk en een heel muzikaal werk te vinden. En zeker de laatste paar repetities, de laatste 2 weken, was dat echt altijd genieten van elke repetitie. En nu ook vandaag van de uitvoering. Zeer leuk om dat met grotendeels amateurmuzikanten uit de regio te kunnen brengen.
Thank you.